Welkom terug bij de E-Mers E-Week 2015, waar we vanuit Fast Food Targets de hele dag uitzenden met allemaal interviews met interessante gasten, sprekers, mensen die toevallig voorbij komen. Dit is alweer de laatste voor vandaag, dus voor wie live kijkt, je hoeft nog maar een half uur ongeveer of een kwartier. En dan zit het erop voor wie dit ondermand terugkijkt. Alle interviews komen beschikbaar op ons YouTube kanaal, dus je kunt het achteraf nog een keer bekijken. Onze laatste gast, wie ben je en wat doe je? Steven Lammertink, 27, eergisteren geworden. Ik ben de oprichter van Circle. Circle is een platform waarbij we met name fashionmerken verbinden aan wereldwijde publishers, bloggers, over 6 verschillende kanalen. YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, een eigen blog, et cetera. En wat wij doen is, we draaien eigenlijk het traditionele PR-model helemaal om. We hebben een platform ontwikkeld waar merken hun productfeeds kunnen inladen, dus eigenlijk hun hele voorraad. Ze hebben bijvoorbeeld Net-a-Porter, ASOS, Farfetch, etc. Die laden al hun producten in ons systeem in. En wij zorgen dat bloggers er makkelijk doorheen kunnen zoeken. Die producten via hun blog of sociale kanaal kunnen verkopen. En daar een vergoeding voor krijgen. Dat is één. Dat noemen wij het monetize gedeelte. Het tweede stukje heet campaigns. En wat wij met campaigns doen is, wij staan eigen merken toe om heel doelgericht over bepaalde landen een bepaalde campagne uit te zetten. Waar de taken vooraf al vaststaan. Een taak kan zijn, schrijf een blogpost over mijn merk. Of deel een foto op Instagram over mijn merk. Inclusief de vergoeding. En die vergoeding die bestaat uit een cash of een product incentive. Dat cash incentive kan een paar honderd euro zijn, kan een paar duizend euro zijn. Een product incentive kan gratis kleding ter waarde van X, Y of Z zijn. En dat gebruiken we eigenlijk om een incentive te geven aan de publishers om mee te doen aan zo'n campagne. Dus het voordeel wat wij hebben is, we hebben 4200 influencers, die zitten in ons systeem. Daarmee bereiken we bijna 60 miljoen consumenten. Omdat al die publishers die sluiten hun dataprofielen aan ons systeem aan. En op basis daarvan helpen we met name fashion, travel en lifestyle merken om eigenlijk een merk in de markt te zetten en te laden. Dat is een hele hoop. Ja. Dit is enerzijds een affiliate platform, als ik het zo plat mag zeggen. Ja. Anderzijds is het een soort van, je hebt heel veel van die thuiswerkachtige sites waar je inderdaad betaald blogposts en dergelijke kunt schrijven. Dat combineren jullie. Ja. En daarnaast heb je nog een soort van advertising campaign-achtige tool. Waarom moet het allemaal bij elkaar? Omdat wij, we zijn gestart met het monetize gedeelte, dus eigenlijk het affiliate platform. En toen kregen we heel veel de vraag vanuit merken, hebben jullie niet een manier om ons merk nog zichtbaarder onder de neus van jullie influencers te houden? En die vraag kregen we zo vaak, dat we dachten van hier moet iets omheen bouwen, maar niet zo obtrusive als traditional advertising manieren. Maar iets vernieuwends. En zo zijn we met dat campagnemodel gekomen. En dat is eigenlijk nu onze grootste inkomstenbron geworden. Eigenlijk voornamelijk met de reden om gewoon merken meer zichtbaarheid te geven onder publishers. Want die publishers die creëren hele markten. Die hebben niet 1000 volgers. Het gaat hier vaak om 100.000 volgers plus. Publishers hebben 7 miljoen volgers. Dus die hebben een ongelooflijk bereik. En die kunnen gigantische markten maken. Voor met name fashionmerken. En dat is super interessant. Hoe geloofwaardig zijn die influencers nog op een gegeven moment als ze dus eigenlijk gewoon gesponsorde items maken? En hoe maak je dat ergens? Disclose je dat ergens? Of hoe, In Nederland is er geen wetgeving omheen. In andere landen wel, bijvoorbeeld in de UK. Daar moet je verplicht zetten, dit is een sponsored post. Het mooie van ons systeem is dat we hebben zowel nieuwe als gevestigde merken. Dus bijvoorbeeld Wolford, die zit al bij ons een jaar. One Piece van de onesies die Justin Bieber bijvoorbeeld draagt. Maar wat we zien is dat publishers alleen de merken uitkiezen waar ze een bepaalde connectie mee hebben. Want anders kun je dat ook niet verkopen aan je volgers. En dat zien wij ook vaak in de resultaten. Dan schatten wij van tevoren al in van deze publisher zou dit eigenlijk niet moeten doen. Nemen we wel in de shortlist die naar het merk gaat. Want het merk is degene die besluit met welke publishers ze willen werken. Okay. Op basis van het dataprofiel wat wij aan hun leveren. Dus ze weten ook automatisch pre-campaign hoeveel mensen ze ongeveer gaan bereiken. Post-campaign krijgen ze overigens ook een rapport van ons. Van hoeveel sales het heeft opgeleverd. Welke publisher die sales heeft gegenereerd, et cetera.
Maar doorgaans zien we dat publishers echt heel goed nadenken over voordat ze meedoen aan een campagne. En dus die authenticiteit ook bewaren en eigenlijk het blog back to its roots proberen te brengen. Oké. Stel ik wil publisher worden, hoe word ik publisher bij jou? Nou, je meldt je aan op thecircle.com of op dashboard.thecircle.com. Dan maak je eigenlijk een profiel in 4 stappen. Je vertelt ons wat de URL van je blog is, je volledige naam, een korte bio. Je uploadt een mooie background image. Je connect minstens 1 sociaal kanaal waar jij volgers op hebt. En op basis daarvan creëer je een profiel. En dan ben je eigenlijk direct zit je in het monetize of in het campaigns gedeelte. En daar kan je meedoen aan actieve campagnes. Je kan door alle expired campagnes heen lopen. En je kan altijd affiliate linkjes pakken uit ons systeem. Op een hele simpele manier. Echt gewoon een Google-achtige interface waar je product in typt. Je krijgt hem bijna altijd in je scherm terug, want we hebben meer dan 11 miljoen producten. Oké. Ja. En dan heb ik maar 4000 volgers op Twitter. Dus kom ik dan door de selectie heen? Wel door onze ballotagecommissie, maar het is merken kiezen vaak 20.000 volgers plus. Om echt een beetje impact te hebben. Maar aan de andere kant hebben we een klant gehad die daar melden zich 350 publishers voor aan. Dus de strategie kan ook zijn dat als jij allemaal haakjes op het internet wil bouwen, dat je gewoon met 300 publishers gaat samenwerken. Alleen moet je wel die 300 publishers dat incentive kunnen bieden. Dus het is een cost-benefit analyse die je moet maken, waar wij een zo zichtbare en transparante rol in proberen te spelen. Unlike traditional PR agencies. Dan heb je natuurlijk toen je begon met het klassieke kip-ei probleem te maken gehad. Want je moet in merken hebben om publishers te vinden. En publishers heb je nodig om die merken te attracten. Hoe heb je dat aangepakt? Het allereerste merk wat wij aan het platform verbonden was Net-a-Porter. Ik had namelijk gepitcht bij Net-a-Porter. En we zeiden van willen jullie dat bloggers jullie producten kunnen verkopen? Er is geen merk in deze wereld die nee zegt daarop. Alleen willen ze controle hebben over welke publisher dat dan is. Dus wij kwamen erachter dat toen wij Net-a-Porter hadden, aan die kant was het een soort domino effect. Maar heb je toen tegen Net-a-Porter een beetje gejokt over het feit dat je al 1000 publishers had? Of zeiden ze, we vinden het wel een gaaf verhaal, we willen risico nemen? Nou, we hebben het wel wat opgeblazen natuurlijk. Ja, als je net begint, fake it till you make it natuurlijk. Maar uiteindelijk geloofden zij in de premise van oké, ik wil via publishers mijn producten verkopen. Met name in de US zien we die markt die loopt toch al twee jaar voor. Dat daar echt gigantische budgetten vrijkomen voor dat content marketing / performance marketing gedeelte. En dat we daar hier in Europa ietsje meer aan beginnen te proeven. Maar als je kijkt naar ons klantenbestand aan de retail en merkenzijde, die komen bijna allemaal uit andere plekken dan Nederland. Met name uit de US. De UK steeds meer. En we zien ook dat Nederlandse merken steeds meer aan het snuffelen zijn aan wat wij eigenlijk doen. Hoe doe je dat trouwens met verschillende landen? Je hebt een product database en het ene product heeft een andere maat of is het op een andere manier in een land niet te krijgen. Ja. Hoe zorg je ervoor dat allemaal werkt? Ja, daar zit eigenlijk onze hele technologische investering ook in. En een groot deel van onze cash investering ook. Maar heel veel retailers hebben verschillende product feeds. Nederland, Duitsland, Spanje, et cetera. En die moeten zij aanleveren. Dat is niet iets wat wij doen. Het enige wat wij doen is, wij gaan 4 keer per dag al die merken en retailers die bij ons aangesloten zitten langs. Om te kijken of die producten nog op voorraad zijn. Dus als een publisher bij ons zich aanmeldt en een product vindt, is dat product altijd op voorraad. En dan is het een beetje aan het merk zelf om te zorgen dat ze de juiste product feed aanleveren. Maar we lopen daar wel tegen problemen vaak aan. Als een publisher een referral link uit de UK pakt en er krijgt een bezoeker uit Spanje. Ja, dan moet de ontvangende partij moet natuurlijk zorgen dat er iets van localization plaatsvindt om die Spaanse klant te serveren. En dat is er niet altijd. Nee, dat is wel best wel lastig. Want ik maak vanuit Nederland een internationale blog over een product wat in meerdere landen verkrijgbaar is, maar wel in verschillende versies. Ja. En ik gooi ze er allemaal op. En iemand uit een land waar het niet leverbaar is, klikt dan toch op die link en zegt, doe mij die maar. Ja, dat is ook heel gecompliceerd. En daarom zie je dat heel veel van die product feed management platformen en startups ontzettend veel geld ophalen om die feed op orde te krijgen.
We hebben een hele, Forever 21 bijvoorbeeld, is een klant van ons. En zij hebben hun feed niet goed op orde. Waardoor we eigenlijk niet echt van start kunnen. Dat is super zonde, want zij is natuurlijk een gigantische club met $6 miljard revenue. Maar dat deel hebben ze nog niet helemaal scherp. Dus aan de ene kant heel erg veel te winnen. Een groot voordeel. Aan de andere kant is zonde dat we daar nog niet goed mee van start kunnen. Ik gaf al even aan dat de dingen in Amerika iets voorlopen op hier in Europa. Ik denk dat het ook een van de redenen is waarom je gevraagd bent hier. Want dit is niet je eerste start-up en je hebt ook al een poosje in Amerika gezeten. Dus vertel daar eens wat over. Ik heb mijn eerste start-up gestart, Republish heette dat, toen ik 19 was. En ik heb gestudeerd in Rotterdam, dus dat was mijn eerste jaar bachelor. En daarmee digitaliseerden we boeken voor een heleboel grote uitgevers in Nederland. Echt tienduizenden boeken. Dat ging als volgt. Eigenlijk werden ze naar India toegestuurd, want wij kregen ze als PDF. Het is niet dat we het fysieke boek kregen. Maar die vertaalslag naar een e-book moest gemaakt worden. Dus we gingen naar India, daar gingen mensen eigenlijk met al die boeken pagina voor pagina aan de gang. Om dat formaat te veranderen van een fixed formaat naar een reflowable formaat dat zich aanpast aan verschillende schermgroottes. Dus 7 jaar geleden. Ja. Dat hebben we 2 jaar gedaan. En toen ben ik geselecteerd voor een Kauffman Scholarship. Eerst maar even dik verkocht of? Nee, wel veel geld mee verdiend. Daar kom ik zo wel op terug. Dat ben ik namelijk later allemaal verloren in mijn tweede start-up. Alles erin gepompt, maar relatief veel geld mee verdiend. Dus dat was mooi. Toen naar Amerika gegaan als onderdeel van die Kauffman Scholarship. En de Kauffman Foundation die achter die scholarship zit. Dat is een club van ongeveer 85 mensen. Die beheren $3 miljard in assets. En 5% daarvan moet elk jaar worden besteed aan ondernemerschapsinitiatieven. Dus zij financieren bijvoorbeeld Startup White House, Startup Weekend, maar ook Y Combinator en allerlei incubators, accelerators, etc. Maar wat ze ook doen is, ze laten overheden bepaalde clubs, studentenondernemers, ook gevestigde ondernemers, naar de Kauffman Foundation afreizen. Waar je eigenlijk een heel theoretisch entrepreneurial MBA gaat volgen. Van professoren die worden ingevlogen van Harvard, MIT, Stanford, echt top universities. En vervolgens ga je ook naar die universiteiten zelf toe om daar meer ondernemerschapsstof tot je te nemen. Dat is eigenlijk het eerste deel, dat duurt ongeveer 3 maanden. Vervolgens ga je stage lopen. Ik heb stage gelopen als visiting scholar, heette dat, bij Adobe. Van Photoshop en Illustrator en de hele Creative Suite. In de tijd dat ik er zat, had Adobe heel erg veel moeite om organisch te groeien. Dus hij financierde allerlei kleine start-up projecten binnen alle lagen die de organisatie kende. Ik zat bij ATL, Advanced Technology Lab. Daar hebben we gewerkt aan bijvoorbeeld Photoshop.com voor mobile. Dat was een succesvol project. Daar heb ik 4-5 maanden gezeten. Toen weer teruggegaan naar Nederland. Tweede start-up gestart, Frey. Een online vraaggestuurde marktplaats voor diensten. Waar je heel eenvoudig vanaf je smartphone hulp kunt vragen bij het vervullen van allerlei kleine klusjes. Eigenlijk iets een soort trend die je met name nu heel erg veel ziet. Zeg, je was te vroeg. Ja, ik was veel te vroeg. 3 jaar aan falen dan. Dus je ziet gewoon inderdaad Peerbee en andere clubs. Je ziet eigenlijk de hele transitie van banen naar taken toe. Dat gaat hartstikke goed. Ja, Peerbee heeft eigenlijk het businessmodel gekopieerd nu, dit jaar, van wat wij toen al hadden. Maar ik had toevallig een discussie ook met Daan daarover. Wat je ziet, het is niet zozeer het product wat zoiets maakt. Het is echt die two-sided marketplace waar je aan beide kanten gewoon ontzettend veel marketingdollars in moet gooien om dat van de grond te krijgen. En toen ik in de US zat, was bij de Kauffman Foundation, de VP of Entrepreneurship, Bo Fischbeck, die is Zaarly gestart. Een hele grote club in de US, heel veel funding opgehaald. Die hebben het ook nog steeds niet echt van de grond gekregen. Die haalden $14 miljoen funding op, meteen in het begin. Dan heb je een hele dure opleiding eigenlijk gehad in Amerika over entrepreneurship en dergelijke. Ja. En als je dan kijkt inderdaad naar Frey en Peerbee, eigenlijk het verschil is voor een groot gedeelte gewoon timing geweest. Is dat iets wat je kunt leren? Nee. Ik ben heel erg van, weet je, als je wil ondernemen moet je het gewoon doen. En als jij voelt, je kan nooit van tevoren zeggen van nou dit is de perfecte timing, want dan ben je al te laat. Dat helpt ook niet. Dus je probeert het te timen. Tot op zekere hoogte. Je probeert reuring om je product launch heen te krijgen. Maar Nederland is gewoon een heel erg klein land. En al helemaal om zo'n product
van draagvlak te voorzien. Dat is moeilijk. Bij best wel stugge mensen. Voordat we iets omarmen. Dus dat is gewoon een hele complexe uitdaging. En als je dat lukt, heb je veel geld voor nodig. Toch ben je weer in Nederland. Je zat in Amerika. Je zou denken, nou, als je er eenmaal bent en je bent ondernemer uit Walhalla. Iedereen zegt het. Je gaat daar gewoon verder. Als onderdeel van die scholarship en ook omdat de overheid zich ermee bemoeide en alles heeft gefinancierd. Werd eigenlijk gevraagd om 2 jaar minstens in Nederland te blijven. Om ook de kennis die je daar hebt opgedaan over te dragen aan andere mensen hier in Nederland. Dus ik heb heel veel gesproken en op universiteiten lectures gegeven, et cetera. En ik moet zeggen, ik zit hier in principe ook wel prima. Voorlopig. Ik zou het niet erg vinden om ooit weer terug te gaan naar de Valley. Ik heb nog heel veel vrienden zitten. Ik heb nog heel veel mensen die ik daar ken en spreek. En het is een ongelooflijke mooie plek om je start-up te lanceren. Als je een beetje geld hebt en het netwerk hebt om het daar te kunnen doen. Want ik denk dat daar soms wel eens te makkelijk over wordt gedacht. Maar je hebt al deel netwerk en je bestaat al. Ja. En wat mis je nou het meest in Nederland, wat je daar veel makkelijker of veel beter hebt in de Valley dan hier? Delen van kennis en kennissen. Dus gewoon simpele doorverwijzing aan een high profile investor. No strings attached. Weet je wel? Dat is maar die hele cultuur. We zeggen wel dat we dat hier hebben. Dat hebben we, vind ik, niet echt. Dus die pay it forward cultuur daar, die is echt uniek. Fantastische universiteiten. Echt het neusje van de zalm met Stanford, Berkeley. Daar komt zoveel goed talent vandaan, dus daar zit je bovenop. Veel geld. Ik denk als je een goed plan hebt, de juiste mensen kent, dat je daar veel geld kunt ophalen. In misschien wel een eerdere fase van je onderneming of onder andere KPI's dan alleen revenue bijvoorbeeld. Ik zie me daar wel vestigen. Ik denk dat je binnen een half jaar weg bent. Ik heb het hier naar mijn zin. Amsterdam is een geweldige stad. En je kan natuurlijk heel veel met Skype en Google Hangout en weet ik veel wat allemaal. En zo halen wij de meeste klanten van ons ook aan boord. We vliegen ook veel, maar je bent een start-up, dus dat wil je ook binnen de perken houden. En we zitten gewoon nog een fase voordat we echt door kunnen gaan schalen en door kunnen gaan groeien. En bijvoorbeeld eens kunnen gaan kijken naar New York of naar San Francisco. Want onze business, denk ik, zou eerder gedijen in New York. En daar ken ik niet veel mensen. Maar als je kijkt nu naar je business, doorgroeien en alles. Waar sta je nu? Wat voor omzet spreken we over? En waar sta je, zeg maar, over 3 jaar? Nou, nu ongeveer op 100.000. Maar ik denk dat we al snel met veel gemak gaan verdubbelen. Waarschijnlijk dit jaar al. En dat komt eigenlijk met name door het campagnemodel wat we hebben. Maar ik denk dat wij zo snel mogelijk richting de miljoen gaan groeien. Oké. Dat is natuurlijk belangrijk. Groei is altijd belangrijk. Maar je had een andere. Je was naar Amerika gegaan. Je was ook teruggekomen met als opdracht. Dit gaat waarschijnlijk niet meer. Nee. Dit. Precies. We kappen ermee vanaf een. Rumoerig en luidruchtig Emers idee. Dit is de eindtune van het event. Het zal ook het eindtune zijn van een mooie dag van Fast Moving Targets. Gesponsord door Deloitte in samenwerking met Emers. Wij hebben ervan genoten. Jullie hoop ik ook. Mocht je dit nog horen, kijk het terug via ons YouTube kanaal. Dag!